Ja, je mag zeggen wie er als derde keeper bij moet. Geen Sillissen. Bijlo heeft zojuist bij monden van advocaat af moeten zeggen. Wie moet er als derde keeper bij? Nou, je valt gelijk met de deur in huis. Ja, dat is niet aan mij. Dus, dat vind ik niet dat ik daar ook maar iets over te zeggen heb. Dus dat ga ik ook zeker niet doen. Maar zou je het logisch vinden als jij komt? Ik heb er 2 jaar geleden voor het laatst bij gezeten. Niet om mijn keeperskwaliteiten zit ik er niet meer bij. Dus ik hoop dat zij inzien dat ik het goed doe. Dus, je niet om mijn keeperskwaliteiten zit ik er niet meer bij? Ik heb toen toch met... moet ik dat hier herhalen met die trein? Nee, dat bedoel je. Ja. Nee, sorry, dat wilde ik niet op... Praat ik liever niet meer over. Dus, nee, dat wilde ik ook niet opraken. Nee, dus en als mij dat ooit vergeven wordt... en ze zien dat ik stappen heb gezet waar ik toen aan moest werken... dan hoop je op die kans. En als ze me dat ooit vergeven, dan is dit misschien wat de uitgelezen mogelijkheid. Maar dat is niet aan mij. Maar ik bedoel, als ik je... Dit is je toch al vergeven? Ja, anders had ik er wel weer bij gezeten. Dus dat is het niet. Want ik zat er toen altijd vast bij. Dus jij denkt dat ze nog steeds dat akkefietje jou niet vergeven hebben? Nou, het feit is wel dat ik daarna er niet meer bij zat. Of ik ben daarna veel slechter gaan keepen. En dan is dat de reden dat ik er niet meer bij zit. Maar dat had je ook niet? Daar kan ik geen antwoord op geven. Nee. Je bent fitter dan ooit? Ja, nou, dat is een van de dingen die mij is meegegeven om fitter te worden destijds. Ja. En dat heb de oud-bondscoach destijds gezegd. Daar heb ik wat mee gedaan. En, Koeman, denk ik. Ja, dank je wel dat het jou wel opvalt. Wat? Dat je afgetraind bent? Dat ik fitter ben. Dat kan een blind paard nog zien. Dus hoe was het vandaag voor het eerst, denk ik, voor het eerst zonder Danny Buijs? Ja, staat al 2 jaar in ieder geval links of rechts van mij voor de volle 100% het schreeuwen langs de lijn. Dus dat is wel even anders. Maar ja, dat is natuurlijk trieste omstandigheden. Wij weten denk ik evenveel als jullie, of jullie moeten al meer weten. Maar wij hebben ons gefocust op de wedstrijd. En we proberen dit voor de trainer een resultaat te halen. Maar hoe bedoel je of wij meer weten dan jullie? Nou, misschien weten jullie na 2-3 uur... Kijk, wij hebben nu die wedstrijd gespeeld. Ons is verteld dat er trieste privéomstandigheden zijn. Oh ja, maar daar gaan wij niet in voeten. En voor de rest weet ik ook niet veel. En hoop ik dat het meevalt. Nou, wij wensen hem ook heel veel sterkte. Kort en krachtig. De eerste helft roken jullie eraan, hè? Of misschien wel meer dan dat, toch? Ik moet zeggen... vorig jaar hebben we hem niet mogen spelen. Maar het is mijn 7e seizoen bij Groningen. 6 keer hier gespeeld. Ja, als er 1 keer... de meeste kans was op een resultaat. En ik heb wel eens een keer een gelijk spelletje gehaald, hoor. Maar ja, dit was gewoon kans op een resultaat. En die hebben we laten liggen. De tweede helft gaven we niet thuis. En dan zie je toch de individuele kwaliteit, spelervatting. En de kwaliteit van Berghuis met zijn paas tussendoor. Dat zulke kleine dingen de wedstrijd kunnen beslissen. Ik hoop voor jou dat Frank de Boer kijkt. Ik hou mijn telefoon aan. Dankjewel. Sorry.